Passagiers die naar Suriname afreizen en volledig zijn gevaccineerd, hoeven niet langer beveiliging voor thuisquarantaine te hebben. Rajesh Ori, waarnemend directeur van het Bureau Openbare Gezondheidszorg, BOG, zegt in gesprek met onze nieuwsdienst dat er vanwege code paars van het land is besloten om nieuwe maatregelen te treffen wanneer het gaat om thuisquarantaine. Ori benadrukt dat bij code paars er eigenlijk helemaal geen vluchten mogen worden toegelaten. Maar om de mensen buiten Suriname niet in de steek te laten, is dit besluit genomen. We zijn al vanaf deze week bezig. Er waren een paar mensen die al toestemming hadden voor thuisquarantaine. Dat hebben we zo gelaten, maar vanaf zaterdag is er geen toestemming voor thuisquarantaine. De mensen die volledig gevaccineerd zijn, die moeten iedereen moet komen met een negatieve PCR. En die mensen moeten kunnen aantonen dat ze volledig zijn gevaccineerd. Eerste controlepost is bij het inchecken en daarna op de airport ook. En die mensen mogen dan zelf quarantaine doen voor 7 dagen thuis. Mm-hmm. Maar u zegt... Dat mensen die niet volledig zijn gevaccineerd, die moeten in hotel quarantaine voor 7 dagen. Mm-hmm. U zegt de eerste controle is bij de incheck. Bij welke incheck bedoelt u precies? In Nederland of een ander land? Het mag niet uit waar ze instappen. De verdere details van de maatregelen worden nog besproken. En met de vliegmaatschappijen worden duidelijke afspraken gemaakt over de procedures, zegt Ori. Op dit moment is het meer SLM en KLM, wat de voorwaarden zijn dat reizigers moeten voldoen om in te stappen. Mm-hmm. En hoe staat het met de mensen? Laten we zeggen, ze hebben 1 prikje gehad, maar laten we zeggen, ze moeten komen voor een begrafenis. Hoe geschiet het dan met die groep mensen? Dus als er bepaalde activiteiten zijn waarin ze echt ook nodig moeten meedoen, dan zal dat via met begeleiding geschieden. Zoals het altijd is gebeurd. Hoe geschiet de controle in principe? We zijn nog bezig, we zouden bandjes aanschaffen voor die mensen. Dat we bandjes voor ons dragen, dus we moeten kijken hoe ver we daarmee zijn. Rajesh Ori, waarnemend directeur Bureau Openbare Gezondheidszorg, BOG. Op zowel gevaccineerden als niet-gevaccineerden wordt het beroep gedaan zich ten alle tijde te blijven houden aan de COVID-19 en de Mohana-maatregelen.